C'était hier, samedi, jour de paye, et le soleil se levait sur nos fronts. J'avais déjà vidé plus d'une bouteille, si bien que je m'avais jamais trouvé si rond. V'là la bourgeoise. Dit is Barbizon, een klein stadje ten zuiden van Parijs, op een uur rijden van die stad. Het ligt aan de rand van het bos van Fontainebleau. Het is een gebied met rotsen, grotten en enkele heuvels van rond de 130 meter hoogte. Dit oeroude bos was sinds de middeleeuwen een jachtgebied van de koningen van Frankrijk. Lodewijk VI bouwde aan de andere kant van het bos een jachtkasteel, dat in de 16e eeuw tot een paleis werd verbouwd door koning Frans I. Dat paleis werd in de eeuwen daarna steeds verder uitgebreid. Aan één kant van het dorp Barbizon bevindt zich dus het oude bos van Fontainebleau. Maar verder was het in de 19e eeuw omgeven door een gevarieerd landschap van heggen, boompartijen, weiden en akkers. Voor stedelingen in de 19e eeuw voldeed het gebied perfect aan het ideale beeld van de harmonie tussen mens en natuur, waarvan zij dachten dat die tot de industriële revolutie overal had bestaan. Dat beeld werd nog versterkt door de mooie verhalen die erover werden geschreven. De Parijzenaars gingen er op zoek naar de woeste natuur en naar het eerlijke en onbedorven landleven en probeerden er te ontsnappen aan de vieze, onnatuurlijke en ongezonde chaos van de grote stad. In de loop van de 19e eeuw ontwikkelde Barbizon zich eerst tot kunstenaarsdorp en daarna tot toeristische trekpleister, waardoor aan het eind van de eeuw van het onbedorven landleven niet veel meer over was. Een van de eerste belangrijke schilders die de natuur van het bos van Fontainebleau kwamen verkennen was Jean-Baptiste Camille Corot. In het voorjaar van 1822 trad hij in de leer van de landschapsschilder Achille Etna Michelon, die 5 jaar eerder de Grand Prix de Rome voor historisch landschap had gewonnen. Michelon maakte, naast afgewogen romantisch-klassicistische schilderijen, ook vele studies direct naar de natuur, die er verrassend fris en ongekunsteld uitzien. Michelon nam Corot in 1822 mee naar het bos van Fontainebleau. Michelon was een leerling van de landschapsschilder Pierre-Henri de Valenciennes geweest. Ook de uitgewerkte schilderijen van Valenciennes tonen zorgvuldig gecomponeerde, romantische landschappen. Maar het bijzondere was dat ook hij al, op warme zomerdagen, graag met een doekje of schilderkarton en wat varkensblaasjes gevuld met olieverf naar buiten ging, om de natuur te observeren en met snelle schetsen vast te leggen. Valenciennes beschouwde de studie direct naar de natuur als de enige goede manier om die natuur ook natuurgetrouw te leren weergeven. Hij schreef er zelfs een boek over met de titel Reflecties en adviezen aan een leerling over de schilderkunst en in het bijzonder over het genre van het landschap. Daarin adviseerde hij ook om hetzelfde aanzicht op verschillende momenten van de dag te schilderen, om zo de verschillen te leren zien die het veranderende licht op de vormen veroorzaakt. Zo erfde Corot van de Valenciennes zowel het gevoel voor een klassieke, afgewogen compositie als de behoefte om de elementen daarin te ontlenen aan de directe observatie van de natuur. Deze combinatie zou gedurende zijn hele carrière fundamenteel blijven. De landschappen en stadsgezichten die Corot van 1825 tot 1828 in Italië schilderde, zijn zijn bekendste werken. Na zijn eerste verblijf in Italië schilderde Corot weer heel vaak in de buurt van Barbizon. Hij maakte veel schetsen buiten, maar maakte zijn uiteindelijke schilderijen meestal in het atelier. De schilders die hun atelier verlieten om zelf de vorm, het licht, de kleur en bovenal de sfeer van een plek te registreren door die direct naar de waarneming te tekenen en te schilderen,
noemen we pleinairisten, omdat ze werkten en plein air, in de open lucht. Na Corot kwamen er meer schilders naar Barbizon, heel veel meer. Grote namen zijn Narcisse Diaz de la Peña, Charles-François d'Aubigny en Théodore Rousseau. Maar tussen 1820 en 1860 hebben bijna 700 kunstenaars Barbizon bezocht. Sommige kunstenaars gingen er wonen en hadden er hun atelier. Anderen bleven maar kort, omdat ze de stad nodig hadden om hun werk te verkopen. Voor de kunstenaars die kort bleven, was de herberg van François Gan de aangewezen plek. Het gastenboek uit die tijd toont voornamelijk namen van mannelijke kunstenaars uit Parijs, en vaak niet de minste. Bijna alle belangrijke Franse schilders uit de 19e eeuw hebben er wel eens overnacht. De stadse nieuwkomers werden door de lokale bevolking met argwaan bekeken, maar al snel begrepen ze dat er goed aan hen te verdienen viel. Voor de schilders uit het vieze, overbevolkte en criminele Parijs moet de vlucht uit de stad wel heel bevrijdend zijn geweest. 'S Ochtends trokken zij erop uit om ergens op een schilderachtig plekje in het bos of rond het dorp te gaan tekenen of schilderen. Misschien dat ze even terugkwamen voor de lunch, maar verder konden ze de hele dag doorwerken. Ze hadden nergens anders omkijken naar. Aan het eind van de dag stond in de herberg het avondeten voor hen klaar. Na het eten was het een lange avond drinken, lachen, kaarten en natuurlijk kijken naar schilderijen, daarover discussiëren en ideeën uitwisselen over de schilderkunst in het algemeen. En de volgende dag weer vroeg op stap, een heerlijk onbezorgd leven. Het is niet voor niets dat dit concept, dat nu een schildervakantie heet, nog steeds heel gewild is. En dat je in de zomer overal in Frankrijk amateur-pleinairisten kunt tegenkomen, die zo'n dagbesteding als toppunt van ontspanning ervaren. De schilders die in Barbizon werkten, worden sinds 1891 aangeduid met de naam School van Barbizon. Het woord school suggereert dat er sprake was van onderwijs of tenminste van een gemeenschappelijke stijlopvatting of gemeenschappelijke artistieke uitgangspunten. Niets van dat al. De term school werd toen alleen maar gebruikt om een groep kunstenaars mee aan te duiden die op dezelfde plaats werkten en werk maakten met enkele gemeenschappelijke kenmerken. Meer niet. Het belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk is dat de Barbizon-schilders het landschap en het landleven uit hun eigen omgeving als zelfstandig motief voor hun schilderijen gebruikten en dat ook nog op een natuurgetrouwe manier gingen weergeven, zonder anekdote en zonder drama. Daarnaast was het schilderen en plein air een belangrijk kenmerk van de Barbizon-schilders. Nadat in 1841 de verf in tubes op de markt was gekomen, werd het nog veel makkelijker om buiten te werken. En vanaf dat moment waren er zelfs schilders die hun schilderijen helemaal buiten maakten. Ze trokken erop uit met hun schilderskist en een lichte, opklapbare veldezel, waaraan zelfs een parasol bevestigd kon worden. In het begin werd het heel raar gevonden dat schilders buiten gingen werken, zoals blijkt uit deze spotprent. Een belangrijke inspiratiebron voor de Barbizon-schilders was de Nederlandse schilderkunst uit de 17e eeuw, de schilderijen van Jacob van Ruysdael bijvoorbeeld. Die kunst toonde volgens hen aan dat een realistische visie op de wereld een direct gevolg was van een burgerlijke cultuur. En omdat zij hoopten voortaan ook in zo'n burgerlijke cultuur te leven, sloot die oude Nederlandse kunst volgens hen goed aan bij hun moderne ideeën. Hoewel veruit de meeste schilderijen op basis van de buitenstudies in het atelier werden gemaakt, waren ze vlot geschilderd met een losse toets. Ze waren daardoor weinig gedetailleerd en hadden een schetsmatig karakter, alsof ze helemaal buiten waren geschilderd. Deze werkwijze maakte het spontane, directe contact tussen de kunstenaar en de natuur zichtbaar. Hun observaties lijken daardoor objectief. Bij nader inzien zijn ze dat allerminst. De schilderijen reflecteren juist de zeer subjectieve beleving van de kunstenaar. Die heeft weggelaten wat er niet toe deed,
die heeft overdreven wat hij belangrijk vond en die zo nodig de onderdelen van het beeld, naar eigen inzicht, opnieuw heeft gerangschikt. De schilders voegden zo, als het ware, een laag van poëtische emotie toe aan de natuurgetrouwe weergave van het landschap, met de nadruk op licht, kleur en atmosferische diepte. Omdat door die werkwijze de gemoedsstemming van de kunstenaar bepalend was voor de poëtische lading van het schilderij, worden de schilderijen van de Barbizon-schilders ook vaak lyrisch genoemd. De idyllische landschappen en landelijke taferelen die dat opleverden, waren zeer in trek en verkochten goed. Na de revoluties van 1848 kwamen ook Gustave Courbet en Jean-François Millet naar Barbizon. Courbet bleef maar kort, maar Millet bleef er tot zijn dood wonen. Zijn atelier is nog altijd te bezichtigen. Millet is een van de beroemdste schilders van Barbizon. Hij was een boerenzoon die tot zijn 20ste op de familieboerderij had gewoond en gewerkt, om daarna kunstschilder te worden. Eerst maakte hij schilderijen naar de smaak van de bourgeoisie en volgens de academische regels, maar in 1848 keerde hij de bourgeoisie de rug toe. Hij verliet de portretten, naakten, mythologische scènes en schilderachtige motieven om zich geheel aan zijn nieuwe held te wijden, de boer. In dat jaar exposeert hij op de Salon een vanneur, een korenwanner. Veel commentatoren zagen in dit schilderij, net als in de schilderijen van Courbet, een socialistische boodschap. En voortaan werd ook Millet tot de realisten gerekend. Ik ben als boer geboren en zal altijd boer blijven, schijnt hij eens gezegd te hebben. In 1849 vestigde hij zich in Barbizon. Hoewel hij zijn politieke ideeën nooit uitte, laten de schilderijen die hij daar maakte zijn republikeinse en sociaal-kritische denkbeelden duidelijk zien. Hij schilderde vaak het harde leven van de plattelandsbevolking en wees de toeschouwer daarmee op de schrijnende sociale ongelijkheid. Maar zo rebels als Courbet werd hij niet. Een beroemd voorbeeld van zijn werk is het schilderij De Arendleesters uit 1857. Millet schilderde drie arme boerinnen die de korenaren verzamelen die na de oogst op de grond zijn blijven liggen. Dat was een gewoonterecht waar de allerarmsten graag gebruik van maakten om nog wat te eten te bemachtigen. In de bewolkte lucht wachten zwermen vogels op het moment dat zij de korrels kunnen oppikken die zijn achtergebleven. De arendleesters moeten opschieten. Op de achtergrond zien we de rentmeester of eigenaar van het land, die op een paard zit en toekijkt hoe de rijke oogst daar wordt binnengehaald. Daar zijn hooibergen, schoven, karren en heel veel hardwerkende maaiers. De maaiers zijn tamelijk helder geschilderd, waardoor het er daar feestelijk uitziet. Doordat de figuren op de achtergrond zo klein zijn, lijkt al die rijkdom voor de arendleesters heel ver weg. Door hun eenvoudige kleding en door hun donkere, anonieme gezichten wordt hun armoede nog verder benadrukt. Toch zien ze er niet meelijwekkend of verslagen uit, integendeel. Het strijklicht van de ondergaande zon geeft aan hun gestalten zware eigenschaduwen en daardoor een stevige, ruimtelijke uitstraling die nog eens wordt versterkt door de harde contouren. Deze vrouwen zijn niet zielig. Zonder klagen aanvaarden ze hun lot en ze doen wat ze moeten doen. En ze verzamelen hun brood kruimel voor kruimel, zoals ze in de herfst hun wijn verzamelen en in de winter hun hout sprokkelen. Met die actieve berusting die de deugd van de boeren is. Het onderwerp dat Millet heeft gekozen was anti-academisch, maar zijn stijl en zijn werkwijze waren dat veel minder. De harmonische compositie, de heldere vormen en het tonale kleurgebruik zijn zelfs klassiek te noemen.
Daardoor krijgt het schilderij iets groots en monumentaals. Deze vrouwen zijn geen losers, maar helden. Het andere schilderij dat iedereen van Millet kent, al was het maar van de borduurwerkjes die nog niet zo lang geleden bij alle oma's aan de muur hingen, is het Angelus. Op de voorgrond onderbreken een paar boeren hun aardappeloogst, omdat ze in de verre kerktoren het klokje horen luiden voor het Angelus. Het Angelus Domini is een gebed dat 3 maal per dag gebeden werd, om 6 uur 's morgens, 12 uur 's middags en 6 uur 's avonds. Het was de gewoonte om bij het horen van de klok te stoppen met werken en te bidden. De aardappelriek is in de grond geplant. De mand om de aardappelen in te stoppen en de kruiwagen met de zakken om ze te vervoeren zijn even weggezet. De 2 figuren slaan hun handen ineen en buigen hun hoofden in gebed. Het schilderij werd gezien als een voorbeeldige vertolking van katholieke vroomheid. En daardoor werd het een van de meest gereproduceerde schilderijen van de 19e eeuw. Millet vertelde later echter dat hij het Angelus vooral had geschilderd als nostalgische herinnering aan zijn oma, die altijd wilde dat de familie stopte met werken op het land als ze het Angelus hoorde kleppen. Net als de arendleesters zijn deze 2 boeren geen geknakte zielepoten. Zonder een duidelijk gezicht en andere individuele kenmerken zijn dit zelfs geen gewone mensen, maar eerder monumenten van mensen of van de menselijkheid in het algemeen. Bij Millet overheerst het respect. We hoeven met deze mensen geen medelijden te hebben. Hoewel er veel kritiek was op dit schilderij, waren er ook genoeg critici die het grootse, alomvattende en diep menselijke gevoel dat deze 2 simpele boeren symboliseren, zeer waardeerden. Vergelijk het maar eens met het werk van Jules Breton, een beroemde naturalistische schilder, en je ziet het verschil. In 1849 werd de spoorlijn tussen Parijs en Melun geopend. Melun ligt 10 kilometer van Barbizon aan de noordkant van het bos van Fontainebleau. Vanaf toen kwamen er nog veel meer mensen naar Barbizon. Parijzenaars konden met de trein zelfs een dagtochtje naar het bos van Fontainebleau maken. Vanaf 1899 was ook het dorp Barbizon per tram bereikbaar. In Barbizon gingen de ontwikkeling van de spoorverbinding, het toerisme en de kunstenaarskolonie samen op. Een patroon dat zich nadien op veel meer plaatsen in Europa zou herhalen, zoals in het Nederlandse Oosterbeek en Laren. Daar vertel ik in het vervolg van deze video graag meer over. Kijk dus snel naar Spiegel van de Werkelijkheid, deel 3. Nadat je je hebt geabonneerd op ons kanaal en een like hebt gegeven voor deze video natuurlijk. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.